Galicia Koet, we spreken jou na afloop van de 10 miles in Tilburg. Het ging razendsnel, je ging een tijdje mee met de Keniaan. Uiteindelijk kom je terug met een evenaring van het Nederlands record. Ja, dit is echt fantastisch wat ik hier heb laten zien. Ja, ik dacht al vanaf het begin, mijn coach zei van Galicia, als je snelle tijd wil lopen of dichterbij je PR komt, dan moet je echt met die Afrikanen meegaan. Want ik wist dat Jasper dat hij niet in vorm is en Abdi wat geblesseerd was. Dus ik moest weer risico's meenemen om met die Afrikanen mee te gaan. Ja, en dan zie je weer, dan loop ik een goede tijd. En ik ben echt super blij mee. Je komt met een ijzersterke vorm terug uit Marokko. Daar ben je maanden geweest. Daar gaan we ook nog heel wat beelden van laten zien. De vorm is meer dan voortreffelijk. Ja, maar dat zie je ook altijd vanaf mijn rustperiode, dat ik mijn eerste wedstrijd altijd goed loop. Ja, ik bedoel, ik heb ook een fantastische vakantie gehad in Marokko. Een maand gewoon echt leuke dingen gehad. De mooiste tijd gezien in Marokko. De eerste maand was echt alleen maar lekker rust gaan focussen op vakantie. Ik heb natuurlijk weer wat gedaan. Gefietst, gezwommen, wat hard gelopen. En de eerste maand een beetje rustig opgebouwd en de derde maand specifiek getraind voor deze wedstrijd. Ja, desalniettemin wel topvorm op dit moment. Of zeg je van nou, we gaan nog meer van Galicia Koet zien in het naseizoen? Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling, want ik wil, als je kijkt, vorig jaar was ik heel stabiel atleet en dat probeer ik ook dit jaar te zijn. Ik wil dit jaar proberen niet zoveel wedstrijd te lopen, want 2014 wordt een van mijn grootste doelen, dat is Marathon Rotterdam. Dus ik wil wat minder wedstrijden lopen dit jaar. En ik wil dit vorm vasthouden voor Rotterdam Marathon. Voor jou is een andere belangrijke ambitie natuurlijk de Nederlandse titel, 10 kilometer op de weg. Nou, er is maar één favoriet, dat lijkt me op dit moment, dat ben jij. Ja, natuurlijk ben ik de favoriet, maar moet je zeker die ander niet onderschatten. Want Jasper loopt hier ook een goede tijd, 47 hoog. En wie weet over 3 weken dat hij een andere atleet is, dat hij gewoon in bloedvorm is. Want ik verwacht gewoon een mooie strijd tussen de Nederlanders. Dus favoriet in de topatletiek bestaat niet. Je bent toch niet bang voor een favorietenrol, Galit? Je bent gewoon huishoog favoriet. Nee, zeker niet. Ik ben niet bang. Ik ga zeker voor de titel, maar dat wordt niet makkelijk. Dan weten we dat je ambities hebt voor de marathon. Is daar al wat meer duidelijk over? Ja, want ik heb overlegd met mijn coach. Het wordt Marathon Rotterdam. Daar ga ik het debuut maken. En wanneer en waar zou het debuut kunnen zijn? Ja, dat zei ik ook. De NAT Rotterdam 2014. Oké, okay, Rotterdam. Dat is een fantastische marathon. Heb je al contact gehad met de organisatie? Nee, mijn coach is mee bezig. Dus hij is mee bezig. Maar dat gaat zeker worden. Want Amsterdam is natuurlijk altijd lastig. Want dan zit met de cross. En ik wil altijd blijven crossen. Dat is een van mijn favoriete onderdelen. Dat blijf ik altijd doen. Aan Rotterdam komt het goed uit. Dan kan ik rust nemen. Kan ik opbouwen naar het cross. Dus dat betekent na het crossseizoen, waarbij je natuurlijk belangrijke ambities hebt in de cross, voorbereiden op de marathon in Rotterdam? Ja, zeker, want ik wil dit jaar veel crossen, want dat is zeker de basis voor de marathon. En dit wil ik dit jaar zeker niet missen. 2014 is ook het jaar van het EK, er kan een hele mooie ploeg komen. We hebben het zo net er al even over gehad met Abdi, we hebben het over gehad met Hugo van den Broek. Heb jij daar ideeën over, een Nederlandse ploeg? Dat zou kansrijk kunnen zijn bij het EK Marathon. Ja, dat wil, maar laten we heel eerlijk zijn. Als ik debuut maak in Rotterdam, want dan heb ik echt maar 4 maanden tijd. Want dan herstel je niet zo van marathon, dus dat EK laat ik helaas liggen. Dus ik ga me richten alleen maar Rotterdam Marathon. Eerst maar eens een glansrijk debuut in Rotterdam. De marathonstad van Nederland. Ja, dat is het allerbelangrijkste voor mij. Goed debuut maken, dan kan ik verder kijken wat ik wil doen. Dan ligt je hart bij de marathon, Galit. Ja, zeker. Ik was al vanaf toen ik begon met hardlopen, was echt al een van mijn dromen om later een goede marathonloper te worden. En ik hoop dat ik in de buurt van Camille Maas kan komen. Dat ik de beste atleet aller tijden wil worden. Mooie ambities, mooie tussenstappen. Eerst het NK, dan de cross. Met ook mooie Europese resultaten, hopen wij. En uiteindelijk een glansrijk debuut. Dat zou een mooie trilogie zijn voor Galicia Koet. Ja, zeker. Dat zou echt fantastisch zijn. En het belangrijkste even dit jaar is de Nederlandse kampioenschap en Europese kampioenschap. Dan kijken we in 2020. Want ik wil stap voor stap kijken. En niet meteen naar andere jaren kijken. Eerst deze jaar maar. Galicia Koet, dankjewel. Ja.
Dank.